Dag beste leerlingen, ik wil jullie graag een beetje meer uitleg geven bij opgave 15 en deze uitleg kan je dan ook gebruiken bij opgave 16. Want voor sommigen is het een beetje moeilijk om die grafiek van het histogram te construeren, dus vandaar wil ik opgave 15 wel graag eens voordoen. Dus hier heb ik alle stappen genoteerd die je moet ondernemen om die grafiek te verkrijgen. De eerste stap is, noteer de gegevens in een werkmap in Excel, dus op een tabblad eigenlijk. Daar ga je alle gegevens uit je tabel, uit je boek, ingeven. Dus hier noteer je al je cijfertjes die in je boek gegeven zijn. Je typt die allemaal in en je kijkt dat toch wel eens na of dat je evenveel cijfers had dan die in je boek werden gegeven. Ja? Deze handleiding vind je trouwens ook terug achteraan je boek geschreven, maar misschien op een iets oudere versie van Excel, dus vandaar dat ik het toch even graag toon. Dus nadat je deze cijfers hebt ingetoond, is de tweede stap zoek het kleinste en het grootste waarnemingsgetal. Waarom doe je dat? Om te weten in welke klasse en hoe je je klasse kan indelen. Voor je klassetabel dan. Dus het kleinste waarnemingsgetal vind je door het minimum te zoeken. Dus je typt de formule is gelijk aan minimum. En waar wil ik het minimum zoeken? Wel in deze regio. Dus ik duid eigenlijk heel het bereik aan. En dan gaat Excel zeggen, oké, het kleinste getal dat in die tabel staat, dat is 2. Dus als jij gaat zoeken, dan staat hier die 2. Op dezelfde manier ga je je maximum zoeken. Die is maximum. Je selecteert opnieuw je tabel. Zo. En hij geeft je het maximum. Dan zal het maximum in deze tabel 45 zijn. Hier staat 45. Oké. Stap 3. Kies de klasse. In dit voorbeeld was eigenlijk al gegeven welke klassen er zouden genomen worden. Dus we nemen hier 8 klassen met klassenbreedte van 6. Ja, dan zou je kunnen zeggen van ik begin bij 2. Maar het is wel mooi als je bij 0 begint, hè. Dus van 0 tot 5. Dus de klassen werden gegeven. Dus die zet je hier, de klassen, die zijn gegeven. Stap 4 is dan nummer de klasse. Ah, nog eventjes over de klassen. Dus die zijn gegeven, maar het zou wel kunnen dat hier een datum verschijnt. Dus als dat gebeurt, dan moet je dit veldje selecteren. En bij teksteigenschappen, celeigenschappen, ga je dan kiezen voor opmaak tekst. En dan krijg je de juiste notatie. Dus opmaak tekst bij celeigenschappen. Goed. De volgende stap is dat je de klasse nummert. Dus die i is het indexnummertje van de rij. Rij 1 tot 8. Je hebt dan je klasse. Stap 5 is, maak een kolom met bovengrenswaarde. Nu, die kolom, laat één kolom tussen, want daarin zullen we de absolute frequentie noteren. Je maakt hier een kolom bij, ik zit hier in kolom D, met de bovengrenswaarde. En ik ga dus van elke klasse de bovengrens hier noteren. Dus van de klasse 0 tot 5 is de bovengrens 5. Van de volgende klasse is de bovengrens 11. Dan hebben we 17, 23, 29, 35, 41 en 47. Dat zijn dus de bovengrenswaarden. Ik zit nu aan stap 6. Stap 6, selecteer de cellen C15 tot C22, want in die cellen wil ik de absolute frequentie gaan plaatsen. Dus ik selecteer ineens al die cellen, zodat in Excel ineens al de frequenties kan gaan berekenen. Ik wil in die cellen een formule stoppen. En hoe ga ik dat doen? Door fx in te vullen, een functie in te vullen. Je hebt daar verschillende mogelijkheden. Ofwel ga je naar formules, daar, formules, en dan kan je daar kiezen voor functie invoegen. Of je gaat naar invoegen. En daar kan je denk ik ook ergens functie kiezen. Dat zie ik hier niet direct staan. Dus ga maar naar formules. Je kiest functie. Voilà, functie invoegen. Ah, het is hier dat je ook op fx kon klikken. Functie. En dan, welke functie zoek je? Wel, in de categorie statistisch. Dus je gaat hier eerst de categorie statistisch zoeken. Ja, in die categorie ga je het, de functie interval gaan zoeken. Interval. Interval zit hier, dus interval kiezen. En dan oké klikken. Dan zegt hij gegevensmatrix en interval ver. Dus eigenlijk, daar ga je moeten selecteren welke gegevensmatrix je wil gebruiken. De gegevensmatrix, dat zijn deze
cijfers allemaal. Pas op, zie dat je die twee cijfertjes hier ook mee hebt. Ja, je doet enter. En dan intervalverb, daar ga je, en het staat hier. Hier, als je hier klikt, intervalverb is een matrix of een verwijzing naar de intervallen waarin u de waarde uit de gegevensmatrix wil verdelen. Dus nu gaat hij de bovengrenswaarde nodig hebben. Dus hier zet je die bovengrenswaarde in. Oké. Als je dit hebt gedaan, dan mag je niet op oké of op enter duwen. He, dus niet op enter duwen, maar op Ctrl-Shift-Enter. Dus Ctrl-Shift-Enter. En wat gebeurt er dan? Dan worden die frequenties hier ingevuld. En wat zegt Excel? Er zullen twee observaties zijn tussen 0 en 5. Ik ga zelf maar zoeken. Hè. Hier is een 2. Er zal nog een tweede observatie zijn tussen 0 en 5. Dat zal deze 4 zijn. En verder ga je er geen vinden. Dan zullen er 11 observaties zijn tussen 6 en 11. Dus je gaat maar eens zoeken of natellen dat dat klopt. Maar dat zal wel zo zijn. Dus hier heb je dus de absolute frequenties. Dat was stap 6. Noem deze kolom AFI, staat er nog, dus AFI, voilà. Oké. Ik zit nu hier, stap 7. Nu gaan we de grafiek tekenen. Om de grafiek te tekenen, gaan we dus de kolommen KI en AFI selecteren. Dus deze twee kolommen gaan we selecteren. Ja. Dan gaan we invoegen, en we gaan een grafiek kiezen. En je kiest dus de kolomgrafiek hier, kolom of staafdiagram. Ja. Dan zouden we kunnen kijken naar de lijst van grafieken, hier, aanbevolen grafieken, of alle grafieken. En dan zie je hier dat hier ook ergens een histogram tussen staat. Hier, histogram, maar die mag je niet kiezen. Die mag je echt niet kiezen, je moet die van kolom kiezen. Ja? Kolom, oké. Ik krijg inderdaad een grafiek met kolommen. Dus gaan we doen. Ja, een grafiek met kolommen. Dat is eigenlijk wat ik wil. Die ziet er een beetje uit zoals die er moet uitzien. Die hoogte van die staven, die klopt in ieder geval al. Ja. Wat willen we eigenlijk? Dat die balkjes breder zijn en dat er geen witte ruimte meer is tussen die balkjes. Dus je gaat op die balkjes klikken. Dan ga je rechts klikken. En je gaat je gegevenreeks opmaken. En bij gegevenreeks hier in het derde tabje vind je breedte van de tussenruimte en die ga je op 0 zetten. En dan zie je dat je een mooi histogram krijgt. Ja? Wat je nu nog moet doen is de titel veranderen. Hier kan je de titel aanpassen, dus je klikt daarop, je kan de titel aanpassen. En je kan ook nog een astitel toevoegen. Astitels toevoegen, dat doe je door ergens op de grafiek te klikken, dan bij grafiekontwerp te gaan en hier een grafiekelement toevoegen. Als titels, dan kan je hier een titel toevoegen. Ja, en je kan ook als titels daar ook een titel toevoegen. Dan kan je erin klikken en je titel aanpassen. Zo, dus ik hoop dat dit filmpje heeft geholpen en dat het nu zal lukken om een histogram te tekenen. Veel succes!